wel haar moeder. En die schoenen, ja, echt, totaal niet onder. Waarom moeten jullie altijd mij hebben? Omdat er niemand anders is. Daar. Zie haar haar. Ja, en al die pasten. Heb je jezelf ervoor of zo? Ja, echt, hè. Dag, Aafje, het slaafje. Daarna zou ik een beetje zakgeld mogen. Maar allee, je hebt al keiveel zakgeld gekregen. Oh nee, we hebben dat geld nodig voor de BMW. Allee. Een BMW? En ja, de oude is kapot. Oh. Hoe komt dat? Café, vrienden, bier, auto. Okay. Combinatie. Dat is al dan 233 keer. Ja, maar hoe kan ik nou aan dat geld komen? Drugstealer. Goeie idee! Hey! Stig! Luister nooit naar je vader, hè? Maar nee, nee. Nooit, hè? Niet zeggen. Oké, maar alleen, hoe kan ik nu aan dat geld komen? Ga ervoor werken. En welk dan? Eerlijk. En welk dan? Klusjes, de auto wassen, de zolderijen, dat is op de ruimte. Ja. Oké. Beste directeur, ik zou het echt leuk vinden of we samen alleen met z'n tweeën naar het café konden gaan. Ah nee, sorry, ik heb geen tijd. Ik ben een rapport aan het verbeteren. Oei, maar we kunnen toch even gaan drinken of eten? Nee, nee, dit is belangrijk, sorry. Ik zal je toch wat water geven. Hier. Nee, sorry, ik wil niet. Oké, dan. Ja, maar kijk eens hoe duur dat dat is. Ja, mevrouw wil deze auto niet kopen en ik wel. Zegt u eens waarom deze auto zo goed is? Hij gaat heel snel. Hij heeft ook de nieuwste motor. Hij heeft zetelverwarming, massagezetels. Oké, dat is allemaal wel goed, maar heb je die prijs al eens gezien? Oh, de reparaties van die auto, dat kosten ook zo veel. Bekend. Wilt hij anders een testrit maken? Ah, zie, daar wacht ik op. Ja, tuurlijk. Oh, mij, dat zit zo. Waar zit dat knopje voor die verwarming? Welke is dat? Ah, nee, dat zijn de ruitwissers. Wat is dat knopje? Ja, dit knopje. Ja. Zalig. Weet je al hoeveel rekeningen dat er nog moeten betaald worden? Ja, we kunnen ook besparen op andere dingen, hè? Allee. Ja. Zoals naar het café gaan, hè? Oké, ik zal niet meer naar het café gaan, oké? Ja, want er moet geen nieuwe auto komen om terug in de prak te rijden, hè? Dat was een probleempje van de auto zelf. En de passagiers die erin zaten. Ja, jij niet. Oké, ik zal niet meer naar het café gaan nu. Niet meer naar het café, hè? Ja, voor één dag. Niet meer naar het café? Oké, voor één dag. Oké, kijk met de kaart er al. Ja. Ik heb een nieuwe BMW. Ik heb een nieuwe. Voor één dag. Ik heb een nieuwe BMW. Wat vlieg? Ja, wat is er dan? Ze doet heel raar en ze wil niks niet meer zeggen. Ja, nee, die kan dat wel zelf regelen, hè? Die vrienden. Is dat nu een vader? De bedoeling is eigenlijk, ik praat tegen u en jij praat met Aafje. Nog niet ook? Ja, oké, ik zal ermee praten. Is dat is beter. Oké, ik heb hem toch te veel kijken. Beter.
deze foto. Oh ja, nice. Wacht, ik heb ook zo'n foto. Wacht even. Waar is mijn gsm? Ah, in mijn rugzak is die gsm ook niet meer. Oh nee, ik ben mijn gsm kwijt. Mijn ouders gaan mij vermoorden. Ik denk nee. Dat je naar de directrice moet. Ja, oh nee, ik kan naar de directrice moeten dan. Ja. Aafje, gaat het? Ja, hoor. Kom, we gaan een lunchje. Oké, dan. Hier. Dank u. Kom. Ik vind toch dat je dat aan je ouders moet vertellen. Laat vertellen. Dat je gepest wordt? Nee, dat kan niet. Want mijn mama die gaat dan naar de directeur. En dan ziet iedereen haar, dan ligt iedereen weer met mij. Maar kan je niet vragen aan de directeur dat hij dat zegt en, ja, dat hij dat heeft opgevangen of zo van iemand en niet dat van u? De pesters gaan sowieso weten dat ik dat was. Ja. Ja, maar misschien moet je toch maar eens gaan naar de directeur. Ik zal het tegen mijn oma en opa zeggen. Ja, dat is goed. Hoeveel is 3 x 5? Zeg, wat was dat? Geef die eens hem hier. En jij kent dat, nu meteen. Ik heb die niet, hè. Ja, geef maar. Hier. Morgen komen jullie om 8 uur naar school. Ja. Ja. Oma en opa. Ja. Moet ik jullie iets vertellen? Vertel. Vertel maar. Ik word gepest op school. Allee. Nee. Ben je zeker dat je dat niet tegen je mama wilt gaan vertellen? Want dat is wel belangrijk, hè? Nee. Mama die maakt daar toch een beetje een drama van. Maar het is belangrijk dat je ermee over praat. Ik praat er nu toch met jullie over. Ja. Gelukkig gaan we nu naar de film. Hopelijk wordt dat nog leuk. Moet je iets vertellen. Oké, dan gaan we even zitten, want dat kan je niet. Aafje wordt gepest op school en daarom is hij de laatste tijd zo raar aan het doen. Even wachten. Jij zei dat oma, ze vertelt het tegen u, maar niet tegen mij. Ze zei dat jij er een heel drama over ging maken. Maak ik een drama? Ben ik nu aan het flippen? Ja. Ja, ik flip omdat ze tegen u heeft gezegd. Maar misschien moet je er bij haar eens over praten. Weet je wat? Kom eens mee, Boma. In de auto. Ik had gehoord dat jij die gsm had gevonden. Ja. Zou je die kunnen overkopen? Nee, ik heb een gsm zelf nodig. Ja. Ja, ik wil ook niet een model, maar ja, ik heb te weinig zakgeld. Nou, spijtig. Ja. Wat wil je betalen? Dat is maximum 100 euro. Bina. Dag directeur, ik had gehoord van mijn dochter dat ze getest werd. Ah, oei, door wie? We zullen hem. Wacht. Laat hij hem straks bij mij komen. Ja. En ik zal straks zijn ouders bellen. Oké. Wat doe jij hier nog? Ik wou nog iets vragen of je echt geen afspraak met mij wil.